Voor alle verpleegkundigen van het Erasmus MC. Ik geef ook een duim voor de verpleging hier in het Erasmus. Wij willen graag een dikke duim geven aan de collega's van de sector kinderen. We zijn enorm trots op ze zijn. We zijn enorm aan het bouwen met elkaar om een prachtige sector van te maken. En dat willen we graag doen. We willen alle collega's van de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde bedanken voor alle inzetten, alle jaren, het hele jaar door. En jullie zijn een topteam allemaal. Yay! Ik wil zelf een duim geven aan mezelf en ook de rest van mijn collega's. Ja, nou, in het kader van de dag van de verpleging. Verpleging onmisbaar. We doen het allemaal samen. Het is één groot team. Een flinke duim voor alle verpleging in alle ziekenhuizen. Verpleegkundigen zijn erg belangrijk in ons leven. Dankzij hen kan ik het co-schap wel heel goed doorstaan. Vooral de verpleegkundigen van de wondexpertise. Een duim voor jullie. We willen iedereen in het EMC bedanken voor alle goede zorgen naar alle patiënten. Ik geef de duim aan Anne Kooijman, verpleegkundige in het ziekenhuis, die zich naast inzet voor de patiënten hier, ook actief inzet voor de rovarren. Al mijn collega's van het Erasmus MC, keep up the good work. Complimenten voor één duim van het Sophia Kinderziekenhuis. We zijn trots op ons team. Een dikke duim voor alle verpleegkundigen in de wereld, maar speciaal voor de sector kinderen. Goedemiddag, wij zijn Kim en Tessa van HR in uw personeel. Deze pluim is speciaal voor alle flexverpleegkundigen in onze pool. Wij willen jullie danken voor jullie flexibiliteit en inzet. Ontzettend bedankt. Ik wil alle verpleegkundigen die werken in het Erasmus MC een dikke met een duim geven. Voornamelijk de verpleegkundigen die werken in de Kopenhagen. Graag mijn collega's Marleen van Buren en Lies Maasdam bedanken voor het goede werk. Dat zijn de rechten van alle hier transportatiepatiënten.